Ja, sorry als het een beetje vaag uitziet, maar ik zie mezelf als ik je aankijk. En ik zie ook dat ik weer naar de kapper moet. Maar, goed dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over monopolistische concurrentie. Monopolistische concurrentie is een marktvorm. Er zijn er vier, als het goed is weet je al welke. En vandaag dus monopolistische concurrentie. Eerst al kijk, wacht even. Meteen even echt kijken hoe groot het dan is. Kappers in Eersel. Dan zijn er, even kijken, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. 19. 19 kappers. En toch rij ik 28,5 kilometer om naar mijn kapper te gaan. In die 28,5 kilometer rijd ik dus echt veel kappers voorbij. Waarom is dat nou zo? Zitten hier dan geen goede kappers? Ja, natuurlijk wel. Hier in Eersel zitten prima kappers. Maar mijn kapper zit in Mierlo. Naartoe? Nou, ik vind hem kundig, dat is 1. Ik vind hem aardig, dat is 2. En de sfeer van die kapsalon, ja, die vind ik relaxed. Dus ga ik daar naartoe. Nou kun je je afvragen, geeft een kapper jou een homogeen of een heterogeen product? Kijk, als jij zegt ik wil mijn kop kaal geschoren, ja, dan zullen bij alle kappers grofweg hetzelfde eruit komen. Dus zou je kunnen zeggen, joh, dat is best een homogeen kapsel. Dat klopt, het kapsel wel. Maar de ervaring en de service, en hoe je je voelt daar, en of je een bak koffie krijgt bij binnenkomst, of een lekker warme thee, of een flesje bier, of weet ik het. Dat maakt allemaal verschil. Ook die kapsalons zijn allemaal anders. Hoe die mensen met je omgaan is allemaal anders. Ook de prijzen verschillen. Bij de kapper is er sprake van een heterogeen product, of een heterogene dienst. En er zijn veel aanbieders. Wat ons brengt bij de marktvorm van vandaag, de monopolistische concurrentie. Veel aanbieders, heterogeen product. Weinig invloed op de prijs, maar wel een beetje. En er is misschien een toetredingsdrempel, maar die is niet zo heel erg hoog. Dan, hoe ziet het er grafisch uit? Schrijf er mee en kijk er mee. Hier hebben we de P-as, hier de Q-as. De GO-lijn, je ziet, die ligt een stukje vlakker dan wat we zagen bij het monopolie. Maar een stukje schuiner dan wat we zien bij de volkomen concurrentie. Dat komt dus omdat er enige invloed van prijs is van deze aanbieder. Dus GO-lijn loopt mooi schuin, MO-lijn loopt erin, GTK begint weer hoog en MK. Hier weer dezelfde dingen. Als je maximale winst wil, MO-MK, maximale omzet, MO is 0. Break-even, je wil zoveel mogelijk mensen knippen zonder verlies te leiden, zou kunnen. Nou, laten we die eens doen. We willen zoveel mogelijk mensen voorzien van een kapsel, maar we willen geen verlies leiden. Nou, waar gaan we dan zitten? GO, GTK. Nou, dan gaan we zoveel stuks maken voor deze prijs. Nou, dus deze kapper, het voorbeeldje, die weet als je een prijs van 18 euro vraagt, gaat deze kapper dus zoveel mogelijk mensen bedienen zonder dat hij zelf verlies maakt. Ja, want als je eentje meer zou doen, dan zie je dat GO lager is dan GTK en maakt die dus verlies. Zijn er dan nog meer voorbeelden voor monopolistische concurrentie? Absoluut, absoluut. Er zijn er heel erg veel. Er zijn talloze voorbeelden. Als je bijvoorbeeld in Eindhoven kijkt op het Stratum's Eind, nou, er zitten heel veel cafés en kroegen naast elkaar. Het zijn allemaal een café, hebben allemaal een heterogene dienst. Ja, dus het idee is hetzelfde, hè? Een ruimte met mensen erin en drankjes en muziek en gezellig. Maar bij het ene café wil ik wel naar binnen en bij het andere café wil ik liever niet naar binnen. En waar ligt dat aan? Nou ja, het type mensen dat er komt, soort muziek dat ze draaien, welk bier ze misschien op tap hebben of welke Pepsi of Coca-Cola hebben. Of ze wel of geen Dr. Pepper in het assortiment hebben. Maak maar een keuze.
En zo is het bij heel veel verschillende soorten winkels. Dit was Monopolistische Concurrentie. Als er vragen zijn, zet ze maar beneden of loop even binnen. Fijne dag, hoi!